Oh. Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets doen met raketjes, een soort mini-raketjes en lucifers. En ja, ik ga niet te veel verklappen. Tot zo. Ik heb een malletje gemaakt. Die zou ik later even op mijn website zetten om te kopiëren als jullie het ook willen maken. Dat malletje leg je dan op het zilverpapier. En het is al recht, dus dat is lekker fijn. En dan teken je het zo. Uit. En als je dat hebt uitgetekend, dan pak je de schaar. Pas op, want de schaar wordt er wel een beetje bot van. Gelukkig is dit dun zilverfolie. En dan knip je. Oh ja, trouwens, je moet hier dun zilverfolie voor gebruiken. Niet van dat dikke. Want dan is die te zwaar en dan stort die heel snel neer. Wel. Wat we nodig hebben is een tentharing en zilverpapier en een lucifer. Van de lucifer halen we het kopje af. Zo. En dat kopje. Dat kopje. Dat leggen we dan. Niet dat kopje, laat maar. De tentharing, die rol je er dan met zo'n stukje. Dit is boven. 3 keer in. Dus 1, 2, 3. En dan pak je het luciferdopje. Die doe je er zo in. En dan ga je verder met rollen. En dan rol je hem best strak. Zo strak als het kan, want hoe strakker hoe beter een beetje. Dan pak je een tangetje. En dan ga je zo het een paar keer samen knijpen. En dan doe je hem dubbel. Dan ga je nog een paar keer samen knijpen. En dan doe je hem weer dubbel. Knijp je nog een paar keer samen tot je bij het lucifersdopje bent. Dat is bij mij even voelen hier. En dit is spelen met vuur, dus let wel een beetje op. Als je het fout doet, kan hij ontploffen. Dat is niet hard of zo hoor. Dit was toen ik het probeerde ook bij mij gebeurd, maar het doet geen pijn of zo. Nou, dan heb je deze. Nog één keer goed samenknijpen. Dan doe je de tentharing in een staringetje of wat het dan ook is. Pak je deze en dan. Je moet hem ongeveer op dit plekje hier aansteken te plaatsen, op het puntje. Want daar zit het kruid, dus. Zo, ik schrok. En dan schiet hij. Hier. Soms kunnen ze ook helemaal ver schieten, want het straks dat ik erin gemaakt kwam hier. Maar de vlog is gelukt. Tot de volgende. Damn.